deze tas! Nee, jongen, ga ja, niet! Nee, check, alsjeblieft! Nee, kom op, Diederik! Oh! Appa! Nee, check! Oh, check, joh! Nee, dit is niet leuk meer, geef hier! Zo gaan we zien wat er in die tas zit. Check, nee, Diederik! Oh, een koetje! Iedereen, in de opstelling staan! Jij ook, Pieter! Ja, sorry mevrouw, ik ben gevallen. Alweer! Meneer Noah! Ah, meneer Noah, ja. Wat goed om u te zien. Oh, wat fijn dat we weer gebruik mogen maken van uw kamp. Maar natuurlijk, elk jaar is het immers weer een feest om zulke enthousiaste leerlingen op mijn kamp te ontvangen. Ja, nou, ik verheug me op om op zoek te gaan naar de verschillende paddenstoelen op dit kamp. Heerlijk! Welkom op dit mooie kamp. Ik hoop dat je wat leren kan over de natuur en over elkaar. Gasten, volgens mij zet ze vol Amsterdammers. Pak een tent maar en zet ze op. Maak een kampvuur aan je koffers om. Maak vrienden en geniet van elkaar. Voor je besteld. Jij bent gewoon jaloers. Nou, ik hoop in ieder geval niet dat we hier zelf naar eten moeten gaan zoeken. Eline, stel je niet zo aan. Wist je niet eens dat 53% van alle Nederlanders uit voorzorg voor verkeerd eten diarree-remmers meeneemt? De meiden zijn vast allemaal bang. In de modder wordt je hand als vies. Het ligt er een beetje aan of er wel een volgend jaar komt, hè? Hoe bedoelt u? Financiële problemen hier en daar, maar dat komt wel goed. Hoe erg financieel? Loop je geluk. Vandaag staat mijn champignonschotel met brandnetelsoep op het menu. Oh. Echt heerlijk! Oh. Ja, lekker! Nasty. Wie eet dat? Gadver. Jack! Oh. Yo! Kappen nou! Sorry jongen, pak toch eens iemand van je eigen lengte! Hoe? En de Nobelprijs van de vrede die gaat naar... Mevrouw Sophie. Pak iemand van je eigen lengte. Ah joh, laat me niet lachen joh. Sophie, kom. Ze zijn het niet waard. En het is maar een grapje. Oh, en dit kamp? Dit kamp wordt super. Kom. Ja, Jack. Volgens mij wordt dit dus echt een strafkamp. Ja, dat kun je misschien wel denken. Moet je even kijken wat ik heb achtergehouden. Check it out! Nice. We kunnen gewoon doorgaan met filmpjes maken voor onze vlog. Ja, en anders hebben we altijd ons Pietertje nog. Ja, we moeten maar eens goed kijken of die Pieter is de Billy is nog maar eens goed in de gaten kunnen houden deze week. Ja, inderdaad. Oh, yo, dat zijn de meidendouches. Kom op, dan gaan we. Yeah. Go. Ik zeg het je, Rosa. Echt waar. Met deze pil ben je van al je zorgen af. Gisteren had ik Bami, maar na één pil had ik helemaal geen last meer van. Oh. Ten eerste, ik weet niet wat het einde van die zin is, maar ik wil het echt niet weten. En ten tweede,
Meisjes praten niet over diarree-remmers. Meisjes praten over mode en over make-up, over shoppen, over leuke jongens. Ik ben nog nooit zo overstuur geweest. Wat is er, Madelon? Heeft Jack even zijn grappen uitgehaald nee, of zo? Nee, Diederik dan. Wat zeg je? Mijn Diederik zou zoiets nooit doen. Daar is hij veel te lief voor. Ja, veel te lief. Ja, net als die keer dat hij zout in je limonade had gedaan in plaats van suiker. En dat je al die limonade over je kleren kreeg. Was dat zo lief? Jij bent gewoon jaloers, omdat ik een vriendje heb en jij niet. Jaloers? Wist je niet eens dat 97% van alle relaties die voor een 18e beginnen alweer binnen een jaar kapot gaan? Plus dat 83% van alle vrouwen die alleen zijn een veel beter kan. Waar hebben jullie het over? We zijn nu al uren op dit smerig, afvallige rotkamp. En heeft nog niemand iets van mijn nieuwe Louis Vuitton tasje gezegd? Ja! Diederik, waar heb je het over mijn Louis Vuitton tasje? Eline? Eline? Oh, ik had het er net al met de meiden over, hè? Dat hier werkelijk fantastisch staat. Ja. En dan heb ik het over de textuur. Uh-huh. Het prachtige glimmende hengsel. Ja. Maar vooral het praktische gouden ritje aan de achterkant. Ja, ja echt. Ik heel ben mooi, zo jaloers. Ja. Madelon. Ja, ik wist wel dat jullie hem mooi zouden vinden. Het is dus het nieuwste van het nieuws. Ze staan nog niet eens in de catalogus. En ik heb hem dus van mijn vader gekregen. Ah! Meneer Arends, wat doet u hier? Wat doe ik hier? Ik ben natuurlijk op zoek naar de badkamerboleet. Een uiterst zeldzame boleet die zich enkel voortplant in smerige, onhygiënische locaties. Zoals dit prachtige douchegebouw. En ik ga hem vinden voor de soep morgenochtend. Ja. Eww. Wat een rare man is het toch? Altijd bezig met vreemde zaken. Eww. Oh, jullie zijn hier. Jongen, ik heb echt helemaal rot gezocht, zeg. Jullie zeiden, hé Sophie, wacht maar even bij de tent, dan komen je zo halen. Ik heb de hele kamp overgelopen. En waar waren jullie gewoon hier al? Maakt het niet uit, ik ben er nu. En dit zijn Sophie, moet je horen. Zoals je ziet zijn hier maar 1, 2, 3, 4 douches. Ja. En wij waren hier eerder dan jij. Oh. Ja, maar natuurlijk, uw hoogheid. Ik wens u en uw lakeien een fantastische douchebeurt toe. Sommige mensen moeten gewoon even op een plek gezet worden. Ja. Laten we gaan douchen. Ja. Nee, wacht. Zei die meneer Arends niet iets over vieze boleten dingen hier in de douche? Ik durf niet hoor. Oh, ik ga echt niet kijken hoor. Ja, ik ga wel weer. Oh hey, maar hier zijn echt heel veel van die boleten. Oh, ze beweegt er een. Is dat een kankerlak? We zitten hier ook al pissen bedden. Het zit niet mee op dit kamp, het is een ramp. In bang voor smerigheid ben ik nu toch weer beland. Met rode kleur mijn nagels lakken. Met Diederik een filmpje pakken. Heel de avond feintjes leren. Shoppen voor wat nieuwe kleren. Het is oneerlijk, niet eerlijk, want thuis vind ik het heerlijk. Geef mij mijn
nou, dames en heren, we hebben er weer een. De allerlaatste editie van onze vlog, waarin wij op documentaire stijl een hoogst uitzonderlijke, unieke, maar vooral achterlijke, diersoort in zijn natuurlijke habitat volgen. We hebben het natuurlijk over... Diederik! Nee, Diederik. Gaat niet over mij. We hebben het over... De Pieterus, de Bilius! Ja. Hier, kom maar even kijken, jongen. Laat maar zien wat we hebben, Jack. Hier komt die, check it out. Welkom bij weer een nieuwe editie van de vlog van Jack en Diederik. Hey, achter ons in de douches is Pieter aan het dansen als een meisje. Onsexy als ik dans. Dus wij gaan even filmen. Ik moet wel stil zijn. Ben je het wel? Ja, kom maar op. Hey allemaal! Hey, wat kijken jullie? Oh, wat een vet. Ah, Jack! Ben ik de... Stop nou eens met die video's, Jack. Dat is helemaal niet leuk meer. Ah joh, Pietertje, dat is toch niks persoonlijks? Wij zagen jouw coole dansmoves en wij wilden het gewoon even aan de rest laten zien. Ja, tuurlijk. Ja, en met dit filmpje word jij binnen no time de coolste dude van heel de school. Ja. Ja. Lach maar. Maar wacht maar tot mevrouw Evers weet dat jullie een telefoon hebben. Dan ben ik degene die als laatste lacht, ja? Hey, ho, 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 hey, hey, ho, 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 ho. Hey. Ho, 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 relax, chill. Pietertje, vanwaar zulke drastische maatregelen? Je gaat je vrienden toch niet verraden bij mevrouw Evers? Nee, vrienden doen dat niet. Ja, maar wij zijn toch vrienden? Echt? Ja. Ja, dus als jij nou gewoon tegen niemand, maar dan ook helemaal niemand iets zegt over dat filmpje, of natuurlijk helemaal die telefoon niet, dan gaan wij ervoor zorgen dat jij een fantastische kampweek hebt. Ja, man. Nou, oké. Okay. Maar geen zout meer in mijn limonade. Geen grappen en tackelen. Oh, en niemand mag dat filmpje van die sloot zien. Tuurlijk niet. Nou, oké, deal. Ja. Nee, stik hem aan. Geen grap toch, Jack? Hey, ho, 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 ho. Eén geintje, joh. Weet je, lang leven Pietertje. Pietertje, 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 Pietertje. Overtreders worden gepakt. Pas op, straks wordt je kans gehakt. Oh, mijn kals gehakt? Mijn specialiteit. De magerste van alle gehaktproducten. Voortreffelijk in combinatie met pasta, courgette en paddenstoelen. De keuze is leuze, kantarellen, shiitake, grot of kastanje champignons. Fruit de uitjes tot ze lichtelijk glazig zijn. Bak het kalfsgat rul en voeg de geperste knoflook erbij. Snijd de champignons in stukjes of reepjes en bak deze mee. Verkruimel een bouillonblokje boven de stoof en blus het geel af met een scheutje witte wijn. Geen pinochie, chardonnay, smaakvriendjes. Breng de saus op smaak met een snufje peper en een snufje zout. En laat het geheel sudderen, 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 oh, sudderen! Oh, oh. Ik liet me even gaan. Deze klassieker heb ik laatst nog gemaakt bij de lerarenvergadering. Weet u nog, mevrouw Evers? Wat een succesnummer was dat niet?
Nou, niet te vreten was het. Eline. Fantastisch, kom op. Waar is ze? Ik weet het wel hoor, die zit vast ergens op de wc te huilen. Dat kind is overal bang voor. Ik hoop niet dat er iets ergs is gebeurd, want Madelon is hier en Eline is altijd bij Madelon. Ja, maar misschien is ze wel de natuur aan het ontdekken. Of een romantische boswandeling. Nee. Eline, een romantische boswandeling. Zoiets zou ze nooit durven. Let maar op mijn woorden. Ze zit vast ergens op de wc. Hey. Zou ik de docenten misschien even kunnen spreken? Niet nu. Maar mevrouw, dit wilt u echt weten. Ja, dat zal wel, maar nu even niet. Geloof me, dit is serieuze zaak. We hebben ook serieuze zaken aan ons hoofd, meneer. Maar mevrouw, er is een probleem. Wij hebben ook een probleem. Misschien hebben we hetzelfde probleem. We moeten het bekijken. Ja, dat kunnen we prima met z'n vieren doen. Nou, oké dan. Ja. Kom op, lopen. Ja, leerlingen, wij docenten gaan even vergaderen en jullie krijgen vrije tijd. Het is het perfecte moment om paddenstoelen te zoeken of varens te vergelijken. Grijp die kans om te leren. Of wacht op mij. Of... Geen Pieter? Nee. Geen Pieter? Geen Pieter, jouw de kus is veilig. Kom ja, jongens, we hebben er weer eentje. Dit is echt een goeie. Ja, Pietertje vindt het niet zo leuk, maar deze noemen we Pieter en de Sloot. Komt-ie, check it out. What's up? Welkom bij weer een nieuwe vlog van Jack en Diederik. Kom maar. En op de achtergrond hebben we Pietertje. Hey. Ah, joh. Nee, maar... Ja, ah, jullie staan te pas... 10 minuten. Ja, maar doe het nou gewoon. Doe het nou gewoon zonder bootje. Klim nou gewoon. Je wilt toch altijd de held zijn? Laat dan eens zien hoe stoer je bent, Pietertje. Ja. Kom op, Pietertje. 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 Wat een sukkel. Oh, hilarisch. Diederik, dat is niet grappig. Nou, ik vind dus gewoon dat hij voor zichzelf moet leren opkomen. Ja, dat vind ik ook. Ja. Het is gewoon een sukkel, want dat heeft hij verdiend. Nee, het is niet grappig, Diederik. Het is niet grappig, Diederik. Dit is niet grappig, Diederik. Hou nou eens op. Ik vind het niet grappig, Diederik. Hou nou op. Wat is er allemaal aan de hand, meneer Noah? Ja, hoe zal ik het zeggen? Ja, vertel het maar gewoon. Nou, goed dan. Komt-ie. Kampvolk. Zoals jullie waarschijnlijk wel gemerkt hebben, missen jullie een leerling. Ik heb haar ontvoerd en ondergebracht op een geheime locatie. Jullie zullen haar nooit meer terugzien, tenzij jullie vanavond 10.000 euro losgeld bij de poort neerleggen. Jullie hebben tot middernacht de tijd. Groet de Vos. Wat nu? Ja, we moeten vooral niet in paniek raken. We halen het geld vandaan. Jongens! Doe even normaal. Moet gewoon een logische verklaring voor te vinden zijn. Ik bedoel, niemand kan zoiets doen. Ja, precies. Laat gewoon goed zoeken. Maar laat het niemand merken, want... Niemand mag het weten. Hé, hey Diet, weet je nog laatst met Call of Duty? Nee. Jawel, man. Die ene keer dat ik 25-0 van je won. Nuke, bam! Ja, die keer, ja, oké. Okay. Ja, dat was dik, man. Ja, maar weet je wat ik nou wel echt een leuk spel vind? Guitar Hero. Gast, leg dat ding weg. Je kan echt geen noot spelen. Kom op. Maar wel op deze gitaar. Oh, cool, dude.
Ik speel dit spel echt al jaren. Ja, ik ben er ook best wel goed in, maar zullen we gewoon een potje FIFA doen anders? Ik ben een knoppentovenaar. Ja, weet je, dat zal allemaal wel, maar nu wil ik gewoon een potje FIFA doen. Kom op! Je bent gewoon bang voor de vlaag, man! Weet je, it's on! Man, ik kon echt niet spelen zo. Oh. Ja. Oh, niet te doen, joh. Zullen we anders gewoon even een nieuwe vlog maken? Ja, is goed, man. Oh, Bam! Game in stijl, zo doen wij dat. Juist. Oh, en dat is wel leuk trouwens. Dat is Rosa. Dat is de nieuwe vriendin van Diederik. Oh ja, alleen ze weet het nog niet. Want hij is te bang om het hij zelf te vertellen. Ja, dat doet toch niet in die vlog, man. Geef hier dat ding. Ai, op. Rustig! Gast! Luister nou maar naar mij. Volg mijn advies op. Want jij doet namelijk altijd alles verkeerd bij de dames! Oh, ik las laatst dat het helemaal niet kon. Niemand doet altijd alles verkeerd. Nou, boeiend. Nou, mijn vader dus wel, hè? Want dan zeg ik dus dat ik auberginekleurige schoenen wil. En dan bestelt hij taupekleurige schoenen voor me. En het is net alsof ik geen voeten heb. En dat is dus echt verschrikkelijk. Oh, jongens. Dit is echt... Dit moet je horen. Dit is echt ongelooflijk. Oh, Pieter, vertel het dan, alsjeblieft. Ja, het klinkt een beetje absurd. Maar ik heb het de leraar zelf horen zeggen. Dus het is wel waar. We staan te springen, Pieter. Gooi het eruit. Ik weet wat er met Eline gebeurd is. Waar is ze dan? Niet hier. Nee, maar waar dan wel? Ja, dat weet ik niet. Lame. Kan je niet iets duidelijker zijn, Pieter? Hij wil alleen maar aandacht, net als Eline wilde ook altijd in het middelpunt staan. Nee, dat is het niet! Nee, wat is het dan wel? Ja, oké. Eline is ontvoerd. Ja, bullshit. En wie zou het dan gedaan moeten hebben? Zeker de grote boze wolf. Nee, jongens, kom op. Ik meen het. En er is zelfs een losgeldbrief. En er moet 10.000 euro vanavond zijn, want anders zien we Eline nooit meer terug. Oh, en de brief was ondertekend met de vos. Oké, hey, grote boze vos. Ook goed. Weet je wat? Ik ga je weg. Onzin. Nee, wacht nou. Ja, wat? Ja, dit kamp, het ziet er niet uit. Ik denk dat ik weet wie het gedaan heeft. Meneer Noah. Oh ja, die vieze Amsterdammer met zijn financiële problemen. Ja, gelukkig is er nog iemand hier die een beetje logisch na kan denken. Het is die Noah. Ja. Kom, we gaan die Noah pakken. Ja, Noah. Wat is die Noah stil? Noah. Wat is die Noah stil? Noah. Hey, heeft iemand Noah gezien? Heb jij Noah gezien? Hey, Noah. Noah, ben je hier? Kom dan maar. Heb jij Noah gezien? Hey. Kom dan, pussy. Noah. Ah. Jongens. Hier is die ook al niet. Ja, weet je, die ontvoering, volgens mij is het gewoon allemaal één slechte grap. Oh, ik heb er eentje. Wat is het verschil tussen Duitsers en homo's? Oh ja, die weet ik. Duitsers die poepen in het roergebied, maar homo's die roeren in het poepgebied. Ja. Oké, wacht, ik heb er ook eentje. Wat is het verschil tussen je vrouw en je werk? Je werk zuigt toch wel gewoon eens na 6 maanden?
Oh jongens, deze is echt geweldig. Ken je de grap van de drummer? Nee. Die slaat nergens op. Nooit geweten dat we met jou zo kunnen lachen, Pietertje. Oh, jongens. Ja. Ja, je moet me gewoon even leren kennen, weet je. Met jou kunnen we tenminste een beetje lachen. Ja. In tegenstelling tot met die saaie muts uit onze klas. Ja, ik bedoel, die meiden die zijn alleen maar bang voor die vos, dude. Ja. Oh, weet je wat ik doe als ik die weirdo tegenkom? Nou, loop op hem af, kijk hem recht in zijn ogen aan. Links en rechts en links en rechts. En de combinatie. En dan kijk je maar. Bam! Bam! En de elleboog ligt op de grond. Bam! 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 Ah! Ja! Gast. Zullen we anders gewoon maar die vlog gaan maken? Ja, laten we iets bedenken. Ja. Sorry, man. Ja, een vlog. Hey, Pieter. Hey, Sophie. Hey. Wat doe jij hier? Nou, gewoon. Hoe gaat die met jou? Ja, gaat goed hoor. Hoezo? Weet je dat zeker? Ja. Ik ga nu met Jack en Diederik een filmpje maken voor de vlog. Lachen. Dus tot zo. Ja, dan ga ik even mee. Nee, Sophie. Even wachten. Het is Jack, Diederik en ik. Met z'n drietjes. Als vrienden. Jawel, Sophie. Gewoon. Als vrienden. Sophie, we zijn nu echt vrienden. Pieter, dat zijn niet je vrienden. Pieter, wij zijn vrienden al super lang en dat zijn niet je vrienden. Ze maken je keihard belachelijk met die achterlijke filmpjes. En nu doen ze misschien aardig tegen je, omdat ze je dan niet verklikken. Maar na dit kamp, jongen, dan laten ze je vallen als een baksteen. Sophie, doe normaal. Vrienden zullen dat nooit doen en ik had het nooit van je verwacht. Wat niet? Nou, dat je zo wanhopig bent. Dat je mijn vrienden zwart probeert te maken om er zelf beter uit te komen. Wat? Wees blij voor me en stoken. Ja. Stoken, 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 stoken. Dat doe jij de hele tijd, Sophie. En ik heb daar nu echt genoeg van. Pieter! Wat, Sophie? Wat wil je nou? Zeg het! Nou, ik heb nog liever geen vrienden dan nepvrienden. Zoals jij nu. Dat is dan mooi. Dat is heel mooi, Sophie, want mijn vriend ben jij niet meer. Wow, weirdo. Hey jongens. Hey. Wij hadden dus een geniaal idee. Ja. Zeg Pieter, is dat daar niet de tent van de meiden? Ja. Hoezo? Maar hij is leeg. Ja, wat nou stel als een van ons in die tent kruipt en die meiden helemaal het apenlazeres laat schrikken? Dat is een goeie, dat is een goeie. Alleen ja, weet je, die meiden met die make-up en lippenstift en die handtas. Ja. Dat is niks voor mij. Nee, en weet je, Rosa, die slaat natuurlijk ook in die tent. Dus als ik dan erin ga, dan... Ja, nee, dat kan ook watjes. Niet. Nee. Watjes, dan ga ik toch gewoon die tent in? Dat durf je niet. Natuurlijk wel. Tuurlijk durf ik dat. Echte vrienden, toch? Ja, oké, dan ga jij erin zitten en dan filmen wij het. Ja. Maar echt, jongens, als mijn vader dit hoort... Echt, die klaagt al die leraren aan. Hij kent de duurste van de duurste advocaten. Het is toch zeker niet onze schuld dat Eline ineens verdwijnt. En hallo, luisteren jullie wel? Mijn maag. Die brandnetelsoep is niet zo goed gevallen, geloof ik. Die diarree-remmertje. Hier daarmee. En niet aan Diederik vertellen. Heb jij dit gedaan, Diederik? Ja, slaap lekker. Slaap lekker. Oh nee, nou is ook nog eens mijn luchtbed stuk. Dat is toch wel het allerergste wat iemand kan overkomen. Ja, ik kan me inderdaad maar weinig ergere dingen voorstellen. Bijvoorbeeld ontvoerd worden is ook niks vergeleken bij een lek luchtbed. Waarom ben jij zo gemeen? Je snapt toch wel dat voor een meisje van mijn status het gewoon niet eerlijk is als... Ja. Anders pak je toch gewoon het luchtbed van Eline.
Jij bent zo slim, Mirjam, als ik jou toch niet had. Nou, inderdaad. Ga nou maar slapen. Kilometer bij ons vandaan en ik denk, daar zou ik nou even willen zijn, zonder verdriet en pijn, op de maan te zijn. Mercurius en Jupiter zijn allemaal zo heel erg ver en ik lach hier. Dus ook nog een keer mijn slaapmasker vergeten. Ik moet dat echt even doen hoor. Nou, tot zo. Wat doe jij hier helemaal alleen? Dan gaat je helemaal niks aan. Laat me mijn rust. Oké, dan ga ik verder met mijn onderzoek. Maar maak het niet te laat. Onderzoek? Jongen, er is er iemand ontvoerd en jij bent ook steeds bezig met een paddenstoelenonderzoek. En dat interesseert dus echt helemaal niemand, hè? Wat zei jij daar? Dat er iemand ontvoerd is. Nee, daarna dat paddenstoelen niemand interesseert? Tuurlijk wel. Ja, dat is toch duidelijk? Niemand is geïnteresseerd in die vieze, flippelige, flippelige paddenstoelen van u. Oh. En ik weet niet eens met wie ik nu met deze sjaal van Eline terecht moet. Hoe kom jij daaraan? Die heb ik gevonden. Ja, geef die maar aan mij. Ja, geef die maar aan mij. Oh, fijn. Ik voel me niet veilig met die brief bij me. Oh, jij weet echt wat ik wil, hè? Weet je, misschien als dit mysterie is opgelost, zouden we samen een kopje thee moeten drinken. Thee is voor watjes. Echte bikkels drinken melk. Ik zal niet rusten voordat ik dit heb opgelost. Niemand, maar dan ook niemand, verdwijnt onder mijn toezicht. Oh, mijn melk is ook goed. Halfvolle melk, biologische melk, geitenmelk. Het maakt me echt niet uit. Ik zit helemaal voor me. Melk, zonsondergang. Heb je enig idee wie zoiets zou kunnen doen? Heb jij enig idee wie zoiets zou kunnen doen? Zo. Waarom bent u ineens zo geïnteresseerd? U heeft niet eens de moeite genomen om dit even aan ons te vertellen. Ja, ik wil natuurlijk geen paniek zaaien. En daarnaast heb ik al een vermoeden wie hierachter zit. Ik heb al een vermoeden wie hierachter zit. Echt? Ik heb zelfs twee verdachten. Je bent zo geweldig. Wat moeten we toch zonder je? Wie zijn deze lafaards? Er wordt expliciet om losgeld gevraagd. Wie kennen we die een hoop geld nodig heeft en buiten onze groep staat? Wie dan? Wie dan? Niet doorvertellen, maar
Meneer Noah! Meneer Noah! Meneer Noah? Meneer Noah! Hij heeft een sterk motief. Maar mijn tweede verdachte is juist iemand die we goed kennen. Iemand die zich het hele kamp met niets anders heeft bezig gehouden dan met paddenstoelen. Meneer Arends. Meneer Arends. Meneer Arends. Wie, ik? Ja, als u dat al weet. Waarom houdt u dat dan geheim? U doet verder helemaal niks. Wat doet u nou? Ik doe wel wat. Nou? Nou, ik zorg voor de soep. Soep? Ja. Soep? Daar krijg ik mijn Lina toch niet mee terug? Jongen, weet je wat? Ik wil naar huis. Ik wil naar huis. Naar mijn katten en mijn cavia en mijn goudvis. Maar gelukkig heb ik iemand gevonden die me beschermt. Gefeliciteerd. Nee, ik voel me altijd zo beschermd en vertrouwd bij jou als ik bij in de buurt ben. Nou, dat is goed om te horen. Weet je wat? Ik ga meteen meneer Noah en Arends eens goed ondervragen. Nee, wij hebben een connectie. Een band. We staan aan de overkant, maar we komen dichter bij elkaar. Waar heb je het over? Oh, maar voel je dat dan niet? Die warmte tussen ons. Ik voel nu eigenlijk alleen maar ongemakkelijkheid. Oh, maar dat komt omdat jij dit ook wilt. Ik vind dit heel erg verwarmend. Verwarmend! Ik wist het! Dit is voorbestemd! Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Stil maar. Laat mij het woord maar doen. Mijn liefde voor jou kan ik niet meer verbergen. Ja, maar we zijn best wel verschillend. Hoe moet dit ooit gaan werken? Maar daar gaat het toch helemaal niet om? Ik weet ook wel, het is lastig, toch wil ik het een kans geven. Oh, alsjeblieft. Zet al mijn twijfels niet zomaar aan de kant. Maar ik weet dat jij bij mij hoort. En ik denk dat ik bij jou hoor. Samen zijn we sneller, sneller aan de overkant. Samen. Elke dag samen. Ik wil bij jou zijn. Dat zou echt een droom zijn. Ik wil altijd bij jou zijn. Hart klopt al veel sneller. Liefde is mooi. Nu na al die tijd. Ik vind jou echt heel erg lief. Dit voelt nu al zo vertrouwd. En ik weet het ook wel. Wat? Nou, dat we anders zijn. Maar ik weet dat ik bij jou hoor. En ik weet dat jij bij mij hoort. Samen zijn we sneller. Sneller aan de overkant. Wat moeten we doen? Het is een rol! Het is een rol!
is weer een leerling ontvoerd. Ik vond dit net in de eetzaal. Kamvolk, de afgesproken 10.000 euro was niet op tijd aanwezig. Het gevolg hiervan is dat ik nu weer iemand heb meegenomen. Jullie zien haar terug als er voor vanmiddag 12 uur 20.000 euro is. En zo niet, dan zullen nog meer maatregelen genomen worden. Groet van de Vos! Jongens, we gaan het helemaal niet doen! Ik zal het onderzoeken! Ja, nu denkt ze, hè? Nu denkt ze. Eline is naar de Lon, zijn allebei ontvoerd. Ja, kom op, bel de politie! Op het leger! Ja, kom op! Wie doet er zoiets? Ja! Koppen dicht! Stilte! Meneer Noah, de telefoons. We moeten de politie bellen. Dat zal helaas niet gaan, meneer Bonkers. Wat nou? Hoezo niet? Kijk. Leeg. Ja, stop op! Hey, mensen, chill. Ja, ik heb toch al die tijd gewoon mijn telefoon achtergehouden. Ja, ja. Gast, even serieus. Waar is mijn telefoon? Ja, net had ik hem nog. Weet ik veel, het is toch niet mijn telefoon? Kom op, kom op, kom op. Kom op, kom op. Waar is het gedaan? Ik ben er klaar mee. Ja. Het is toch niet te geloven. Ik word keihard voorgelogen. Je was mijn beste vriend. Ik heb dit niet verdiend. Pieter, luister, ik wil dat dit stopt. Op dit kamp is het niet veilig. Docenten doen schijnheilig. Ik ben er klaar mee, helemaal klaar mee. Ik heb geen zin om langer mee te spelen in dit spel. Ik ben er klaar mee, helemaal klaar mee. Als je mij niet aandoet, maak ik mijn eigen regels. Het is toch niet te geloven dat ik maandenlang geloofde dat ik het nodig had. Ik ben het echt spuugzat van het nu bepaald. Wanneer ik naar huis ga, ja! En wanneer ik wil bellen, ja! En wanneer ik deze onzin naar mijn moeder ga vertellen, ja! We zijn er klaar voor! Ja! We zijn er klaar voor! Ja! Wij zijn er klaar mee, helemaal klaar mee. Ik heb zin om langer mee te spelen in dit spel. Wij zijn er klaar. Als niemand hem meldt, dan doe ik dat wel. Zo ben ik. Wat? Doe eens, je blijft met je fikken van hem af. Mijn kamp. Mijn regels. Jouw regels? Oh, zijn jouw regels ook misschien dat je gewoon Eline en Madelon kan ontvoeren? Eline en Madelon? Mijn stijl niet. Doe eens normaal. Grijp hem. Ja. Hey, laat me eens los. Oké, meneer Noah. Waar was je 23 uur 13 gisteravond. Ja. Gewoon thuis? Hoezo dat? Ja, en is er iemand die dat kan bevestigen? Ikzelf. Ja, normaal heb ik 4 wijfjes aan mijn zij, maar dit keer niet hoor. Doe het! Oh. Doe eens normaal, man. Kom op. U bent echt zo verdacht. Verdacht? Hoezo ben ik meest verdacht? Heeft de sterkste motief? Ja, vertel me mijn motieven maar eens. Oké, nummer 1. Je staat aan het begin van het kamp met te vertellen dat je financiële problemen hebt. Nummer 2. Opeens staat op de brief allemaal los geld gebracht moet worden. En nu zijn ook opeens alle telefoons verdwenen die onder jouw toezicht waren. Zo is het genoeg.
Iedereen heeft wel eens financiële problemen. En dan verdenk je mij opeens van dat ik die meiden pomfoer. Ja, maar dat is toch logisch? Je zou deze speurneus moeten hebben. Deze lipo. Dit is mijn laatste jaar als kampleider. Dat is belachelijk. Nou, dat vind ik niet. Meneer Arends, waar was u gisteravond? Ik was op zoek naar paddenstoelen voor in de soep. Ja, natuurlijk. Heb je daar bewijs van? Ja, ik kan u de paddenstoelen laten zien. Ze staan in de keuken. Nou, kom op. Ja, laat ze zien. Kom op, man. Ik heb hier de dag tijd. Noem je dan lopen. Lopen! Ah, gast. Ah, ah. Ah, raak. Ah, gast. Niet chill. Ik weet niet, Diet. Ik vind het toch wel een beetje stilletjes hier. Je gaat me toch niet vertellen dat jij ook bang bent? Pff, nee, tuurlijk niet, nee. Nee, op mijn lange na niet. Maar normaal heb je nog van die meiden die aan het make-uppen zijn. Of van die gasten die zitten te schijten. Ha! Gast! Wat doe je nou, joh? Wat ben je nou? Wat zijn dat nou voor grapjes? Worden allemaal mensen ontvoerd en dan ga je zulke geintjes uitlopen halen. Ik vind het zo flauw, hè? Kijk dan. Ja, gast, je lijkt wel een van die meiden als je zo doet. Ah. Of ergertje, Pietertje. Ik kan die zo slecht tegen. Ja, gast, wat ga je nou doen? Ja, een andere handdoek halen. Wat dacht je dan? Sukkel. Ja, sukkel. Dat is niet te geloven. Ja, Jack, heel grappig. Doe het licht maar weer aan. Beter. Ja, wat zeg ik nou? Jack, ben jij dat? Meneer Noah? Meneer Arend? Wie is daar? Was jij dat? Je zag zeker weer een spinnetje. Ah, oh, wat ben je ook een ontzettende pussy, hè? Niet te geloven. Waarom heb je het licht uitgedaan? Gast, als dit weer zo'n geintje is, dan stop ik echt in elkaar. Nu ben ik er klaar mee. Zet het licht nou maar aan, Diederik. Wat een kleuter, zeg. Diet, gast. Ja, wat hebben jullie met Diederik gedaan? Sorry, wat wij hebben gedaan? Huh? Ja, oh, heel toevallig dat jullie hier nu met z'n tweeën zijn. Nou, toevallig. Wat is er aan de hand? Heb jij last van je darmen of zo? Waar is Diederik? Nee, dat weten jullie toch wel het beste? Ik vind het zo laf van jullie met z'n tweeën. Nou, ik zou een beste lesje willen leren, hoor. Maar ik weet ook niet waar hij is. Nee, kom op, Roos. Alsof jij niet weet waar Diederik is. Hoezo? Weten we. Ja, het is toch wel we heel hadden toevallig. Meneer Noah toch de schuld gegeven. Ja. Dames en heren, wat is hier aan de hand? Ja, nou, ik zal het je even vertellen. Diederik is ook ontvoerd en deze twee hebben het gedaan. Hoppa, hier. Wat? Zo makkelijk. Wij komen hier in deze hebben alles gedaan. Ja. Oh, het is zo toevallig, ja, nee, hè? We hebben iedereen kinders. Ontvoerd. Nou goed. Wat is er aan de hand? Ja, nou, mevrouw Evers, ik vind net een brief. Mm-hmm. En in die brief stond dat Diederik ook ontvoerd is. Wat? En deze twee hebben het gedaan. Deze twee, alsjeblieft. Meneer Noah, als u geld nodig heeft, ontvoert u toch geen kleine kinderen? Hè? Omdat ik de enige ben die geen docent is, ben ik opeens verdacht. En zie je lijpo daar ook? Die chagraar. Ja. Ik was op zoek naar paddenstoelen. Ja, zie je wel. Het wordt jou gedaan. Oh ja, je hebt Diederik ook nooit van mogen hadden. Ja, oh ja. Ja, wat zou ik doen? Als list. Toen iedereen sliep, ben jij stiekem opgestaan. In al die grappen ging jij altijd te ver. Aanstellerij ben jij de grote ster. Voor een kop thee nam jij nooit de tijd. Jij was er nooit, we waren
dit ooit kunnen gebeuren? Onze vriendschap is aan het verscheuren. Nu raak ik juist al mijn vrienden kwijt. Ik wil schelden en schreeuwen, maar ik heb er niet gedaan. Ik kan wijzen en bewegen, maar ik kan altijd laten staan. Moet ik jullie iets vertellen? Ik heb iets ergs gedaan. Ik kan nu niet langer meer zwijgen. Het knaagt aan mijn ziel. Dit was nooit mijn bedoeling. Nee. Het liep uit de hand. Diederik, ballon en Eline. Pieter is de vos. Grijp hem. Waarom denken jullie dat hij dit deed? Zou hij niet hetzelfde gedaan hebben als jullie elke dag gepest en getreiterd werden? Van die misselijke video's tot het uitlachen bij de douche omdat hij je roze handdoek heeft? Natuurlijk is het niet goed dat hij deed. Maar jullie, jullie zijn misschien nog wel erger. Laf zijn jullie. Meelopers en bang dat jullie niet bij horen. Van mij mogen jullie hem best in elkaar slaan of zijn haren eruit trekken. Maar alleen als je altijd aardig tegen hem bent geweest. En zo niet... Dan raak je hem ook niet aan. Ik kon de pijn niet meer verdragen. En ik was uit op wraak. Ik wil dat jullie ook pijn doen. Ja! Ik ben de vos! Ik wil zo'n sukkel nou zoiets doen. Ja, gast. Oké, sorry dan. Ja. Ik ga die filmpjes verwijderen. Wat zeg je nou? Ben jij gek geworden of zo? Gaat helemaal goed. Ik ga die filmpjes verwijderen. Jij gaat helemaal niks. Al onze vrije tijd zit daarin. En onze vriendschap dan? Hè? En al onze volgers? Ja, nou, die volgers die kunnen me geen reet schelen. Ik kies voor Rosa. Hey Pieter. Het spijt me ook heel erg.
ben al die tijd gewoon een meeloper geweest. Bang om ook gepest te worden. Sorry. Hoe kon je nou? Sophie. Sophie, nee, wacht, Sophie. Dit was nooit mijn bedoeling. Ik zou ze bevrijden. Ik zou de held zijn. En iedereen zou me leuk vinden. Ben je boos? Ja. En weet je wat, Pieter? Weet je wat echte vrienden doen? Weet je dat? Echte vrienden, die vergeven elkaar. Echte vrienden. Ja. Beter moeten weten, maar waren onterecht gemeen. Als we klaarstaan voor een ander, staat er niemand meer alleen. Als het soms zo lijkt, als op iemand kijkt, wees niet bang en durf om hulp te vragen. Speel in bosse jacht, is dan in de nacht, er is altijd wel iemand die klaarstaat. Verdwaald in je problemen, ik zie door de bomen het bos niet meer. Vergeet dan niet dat echte vrienden voor je klaarstaan keer op keer. Ook al zijn we misschien zo anders, we zijn het altijd voor elkaar. Als het soms zo lijkt, als op iemand kijkt, wees niet bang en durf om hulp te vragen. Is dat in de nacht? Er is altijd wel iemand die klaarstaat. Als het op zo lijkt, als op iemand kijkt, wees niet bang en durf om hulp te vragen. Speel geen losse jacht. Is dat in de nacht? Er is altijd wel iemand die klaarstaat. Sta met ons paraat. Thank you.
welkom bij weer een nieuwe editie van de vlog van Jack. Ja, Jack. En ja, we zijn hier. Achter ons is iedereen bezig. We gaan even kijken. Kom maar even mee. Oh, kijk, kijk. Oh, hier hebben we ze hoor. De tortelduifjes. Getsie. Echt. Wat echt, Diederik, man. Wat een pussy. Meiden. Gewoon meedoen. Kom op. Kom op, meiden. Gewoon meedoen. Voorzitter. Ja, ja. Jongens, doe even niet zo overdreven. Pietertje. Ah joh, bel de krant anders. Pietertje heeft het doelpunt gemaakt. Allemachtig zeg. Kom, doe gewoon gezellig mee, jongens. Nee, man. Video's. Hey, ik ga niet met die poesjes, ga ik niet voetballen. Nee, Jack, kom gewoon kappen met de virus en gezellig met z'n allen. Met z'n allen als vrienden. Ja, oké, okay, maar dan wil ik wel winnen. Deal, kom. Oké. Okay. Eindelijk willen we gewoon even één ding zeggen, dat we echt super trots zijn op jullie vierdejaars. Je hebt echt super goed gedaan.